beetje in de gaten, hè? Want ik ga gewoon afstand houden. Ik ga niet te dicht op jou rijden. Besloten om vannacht een keer in een cabin te slapen. Een beetje meer luxe dan normaal, want afgelopen nacht is de tent echt een beetje kapot gewaaid. En met die wind die hier vandaag allemaal stond, waren we een beetje bang dat dat goed mis zou gaan vannacht. En we zijn echt helemaal gesloopt. Dus we slapen een keertje in de bed vanavond en dan morgenmiddag een wandeling maken naar een puntje net naast de Noordkaap dat nog net ietsjes noordelijker is. Dat is een wandeling van een kilometer of 9. Dus dat is middag heen en weer, lange middag. Dus dat lijkt ons morgen verder om te doen. Dan misschien dan ergens daar in de buurt kamperen als dat kan. Misschien ook met die met Johanna en Julia, die twee Duitse meiden. Want die gaan morgen naar de Noordkaap slapen. Vanavond in Honnitzweek, kilometer 40 terug. Dus wij gaan genieten van onze kleine maar fijne cabin hier. Na de zwaarste dag van ons leven. Die we wel zijn geëindigd met de beste afdaling van de hele reis. Ja. Dus dat was echt maar even kicken. Echt heerlijk. Echt heerlijk. Al het werk van vandaag toch een soort van teruggekregen. Ja, precies. Dat was nog een beetje hard klimmen soms tussendoor. Maar die afdaling die heeft het echt dubbel en dwars goed gemaakt. Het klimmen van vandaag en alle tegenwind was toch ergens goed voor. Naast dat we de Noordkaap hebben bereikt. Wacht man. Niet normaal. Ik geloof het nog steeds niet. Weer omhoog fietsen naar de Noordkaphallen. Om daar nog eventjes de boel wat beter te bekijken. Die Duitse meiden en waarschijnlijk Janne Carlene zijn er onderhand ook. Dus ook leuk om die nog even te zien. Achter waarschijnlijk gaan we een wandeling naar dat allernoordelijkste puntje morgenochtend doen als het weer wat beter is. En dan morgenmiddag aan de tocht naar huis beginnen, naar Alta. Ik sta hier op de weg naar de Noordkaap. Hier zo zie je de Noordkaphallen. En waar zouden wij nou kamperen vannacht? Hier, langs de weg. Ja, ook hier. Best mooi, hè? Zullen we een assistent lopen? Morgen gaan we naar dat punt. Nog net 12 kilometer noordelijker. En dat is echt het mooiste dat je kan komen op Europa. Dus dat staat op het programma van morgen. When I walk beside her. Nou, daar zijn we dan. Bijna op het allernoordelijkste puntje van Europa. We hebben zo'n 7 kilometer gewandeld. En we zijn bijna bij de zee. Waar we misschien even kunnen zwemmen in de Barentszee. Once I built an ivory tower so I could worship from above. Where I climbed down to be set free. She took me in again. As a bee. Oh!
charm. She just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land. She just smiled and laughed at me. Ja, daar staan we dan, op het allernoordelijkste puntje van Europa. En volgens mij zit hier in een logboekje waarin je naam mag zetten dat je hier bent geweest. Noordelijkste puntje van Europa. Op dit moment is er dus niemand op het vasteland van Europa die noordelijker is dan wij. Ja. Best cool. Best cool. Best cool. Zomer. De Barentszee. Het is nog vrij fris. We hebben wel in koude rivieren gezwommen, maar dit is wel echt een stukje frisser. Ik zou weer de rest van de wandeling afmaken. We zitten nu op ruim 10 kilometer. Ja, nog zo'n 7 te gaan. En dan een stukje fietsen weer. En dan terug geweest naar Alta. Dan. En dan gaan we echt beginnen aan de laatste keer door de Noordkaptunnel heen. Ik heb 1, 2, 3, 4 lagen aan boven. Het is hier buiten zo'n graadje of 20, vrij comfortabel. We hebben dit allemaal aan, maar we gaan nu afdalen naar een ijzige hel. Dus ja, het is nodig, maar ik zweet nu al. Echo! Heel nou, leuk. 4 kilometer gehad, nog 3 te gaan. We gaan nu klimmen. Dus nu gaan we het eindelijk warm krijgen. Van Alta af. Waait weer natuurlijk. Ze hadden weer een goede dag gehad. Met wind tegen. Maar we hebben wel alweer gewoon 100 kilometer gefietst. Toen de afdaling kwam het een beetje te druppelen. Precies op het moment dat we bij een tankstation waren. Dus het kwam heel goed uit. En ze hadden hier best lekker eten. Dus wij hebben even eten besteld. We hebben een vegetarische burger met wat frietjes. Dus een keertje eten voordat we bij de kampeerplek aankomen. Ook wel eens lekker. Op choppie. Choppie, choppie. In de file, achter de rendieren, kan allemaal in Noorwegen. Ah, hier, ik ga maar op, een soort Moses. Hartelijk welkom hier in het Golden Hour boven Volsterbos. Het duurt maar liefst 8 uur lang, dus we zien het pas. Even pauze. Om een uurtje of 10 s'avonds besloten om een stukje door te fietsen. Ik bedoel, als je toch in Noorwegen bent en het wordt niet donker, dan moet je het toch een keer gebruik van maken. Het is 10:56, we hebben bijna 183 kilometer gehad, we kunnen Alta zien liggen. Dit is een beetje de eindbestemming, dus we gaan nu lekker kamperen. We hebben een relatief mooi plekje gevonden hier langs de weg. Mooi grasveldje, uitzicht over de zee, over de fjorden.
Dag 31, goedemorgen. De wind staat weer lekker tegen vandaag. Maar we hoeven niet te fietsen. Ja, niet fietsen! Niet fietsen! Nog een kilometer of 7 naar de supermarkt en naar het vliegveld. We zitten hier heerlijk eventjes te wachten voor de Sport 1. Want daar hadden we dozen besteld om ons fietsen in te pakken. We zitten nu een half uur voor openingstijd. Maar hij zei ook vorige week, nou, zorg dat je er om 10 uur op staat op maandag. Het is nu 9:30. Dus we zijn op tijd, zodat we straks onze dozen kunnen krijgen en onze fietsen in kunnen pakken. We hebben een hele mooie grote doos waar de fiets in kan. Net een heleboel bubble wrap gekocht voor een beetje bescherming. Nu in de beeldmaat, door het doe-het-zelf winkel. Maar ik weet niet wat er aan de hand is, maar Dennis kan ik al een tijdje niet meer vinden. Een beetje te zoeken hier zo, waar die zou kunnen zijn. Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Misschien dat hij hier ergens in de buurt is. We gaan nu even kijken hoe we dit allemaal het beste 5 kilometer hier naartoe kunnen brengen naar het vliegveld. Dozen zitten op de fiets. Het ziet er ook nog eens heel mooi en stijlvol uit. We hebben echt ons best gedaan. We zouden misschien wel hiermee naar huis kunnen vliegen, denk ik nu trouwens. Nou, we gaan even 5 kilometertjes wandelen en dan zijn we waarschijnlijk 1,5 uur verder. We staan hier op het vliegveld om Alta fietsen te pakken. Ik hoop er net achter dat mijn buitenband, waar Jeroen al dacht dat hij een beetje versleten was, echt heel erg versleten is. Dit is echt niet oké. Dus het is echt een wonder dat hij dit overleefd heeft. En dat ik met maar 1 lekke band in totaal de hele reis, maar zonder een klapband of wat dan ook, in Alta ben aangekomen. Echt niet normaal. Klaar bij het vliegveld, fietsen achtergelaten, mooi ingepakt en dan gaan we nu naar onze kampeervlek. Nou, het vliegveld is hier achter. Dennis loopt hier met de trolley, met de tassen en toevallig, kijk nou, staat er achter een bos. Dus we staan vandaag heel dicht bij het vliegveld. Goedemorgen, gaan we dan voor de allerlaatste keer deze reis, voor de allerlaatste keer sowieso denk ik met deze tent, want ik denk dat deze tent hierna naar het museum gaat. Dennis en Jeroen Fietsmuseum. Voor het geval jullie die dan niet kennen. Maar ja, voor het laatste keer afbreken dus. Wordt even een emotioneel moment. Ik denk dat we iets meer tijd voor gaan nemen dan normaal. Ja, Jeroen is net al even naar het campinggebouw geweest. Ja, dat is daar trouwens ook. Ja, sommige mensen noemen het het vliegveld. Ja, volgens mij is het het campinggebouw. Je kan gewoon naar de wc, je kan je water vullen. Ze hebben ook zo'n plek waar je chemisch toilet leeg kan storten, volgens mij. Ja. Ze kopen ook ijsjes en zo. Lekker. Oh nee, dat is niet even waar. Oh, yeah. Het is niet de meest uitgebreide camping. Ja. Maar... Nou, 2 sterren. Ja, het is wel gratis. Dus ja, dat is ook wat waard. Anymore. We do it before.